Het einde van deze gemeenteraadsperiode is in zicht. 4 jaar geleden stelden we alle partijen de vragen: wat zijn de belangrijkste punten waar je je hart voor maakt en van welke punten moet Tilburg af? Tijd om de balans op te maken. Met vandaag de LST. Ja, in 2014 hadden wij heel veel punten in ons verkiezingsprogramma staan. Het belangrijkste was dat wij in het college van BNW konden komen. Want in de oppositie ben je gewoon machteloos. En dat is ook wel gebleken. Men heeft ons, ondanks dat wij de derde partij zijn geworden, hebben ze ons op onverzoenlijke en ondemocratische wijze buiten BNW gehouden. Wij wilden een hele hoop zaken wilden wij verwezenlijken. Dat waren bijvoorbeeld de kleurloze en fantasieloze blokkendozen die hier in de stad uit de grond kwamen. Bijvoorbeeld in het begin van de spoorzone Hart van Brabantlaan. Ja, daar wilden wij van af. Wij wilden meer kwaliteit dan kwantiteit. Ons erfgoed bewaken en koesteren. Hè? Dus markante gebouwen bewaren. Nou, dat waren zaken. En de ouderen die zelfs niet benoemd worden in het coalitieakkoord. Niet één keer het woord ouderen in het coalitieakkoord. Wel in het coalitieakkoord zetten dat je voor asielzoekers heel goed gaat zorgen, maar niet één keer het woord ouderen opschrijven. Nou, dat zijn zaken waar wij wel mee aan de slag hadden gewild, alleen vanuit de oppositie ben je gewoon machteloos. Het stadhuis, dat gaat verbouwd worden. De bibliotheek moet ook zo nodig verhuisd worden naar de spoorzone. Nou, dat gaat alles bij elkaar 100 miljoen euro kosten. In 2014 hadden we al gezegd, koop het VGZ-gebouw aan de spoorlaan, dat kostte ongeveer 15 miljoen euro. Nou, dan gaat dat nog wat verbouwen, maar in feite was het al een mooi kantoor, want de tijdelijke huisvesting van de ambtenaren zit daar nu. Ze zitten er al. Nou, dus het kon allemaal. Nou, dat had dan zeg maar 25 miljoen euro gekost. Nu zit je alles bij elkaar met dit hier op 100 miljoen. Daarna gaat dat niet alleen maar hier de bibliotheek en het stadhuis voor 100 miljoen worden verbouwd, maar ook nog eens 150 miljoen op zijn minst geïnvesteerd wordt in een winkelrondje en in de spoorzone. En als je dan gaat kijken wat men over heeft voor de wijken, dan is dat maar heel erg schaars. Dus wij zijn eigenlijk vrij machteloos in de oppositie. Want desondanks hebben we via de publieke opinie toch een hele hoop zaken voor elkaar gekregen. Maar die kun je ook vinden op onze website www.lijstsmolders.nl. Eén mooi punt daarvan is wel dat we de SP-wethouder wilden de pollepel gaan sluiten. Maar wij hebben dat als een soort burgerverzet, wat wij zijn, met een hele hoop burgers en vrijwilligers toch heel veel druk opgezet, zodat de pollepel uiteindelijk wel gewoon open bleef en Pater Poels de erkenning kreeg die hij verdient. Nou, kortom, in de oppositie zijn we gewoon machteloos. Alleen vanuit BNW kunnen wij zaken veranderen. Wij zullen nog een poging wagen. Het is nu of nooit in 2018. In 2014 had men de arrogantie om ons buiten te sluiten. De verhoudingen zijn een stuk beter. Maar het allerbelangrijkste is dat de mensen wel naar die stembus gaan. En zeker de mensen die niet zijn gaan stemmen. En dat zijn er heel veel, 90.000. En al gaan maar een deel ervan naar de stembus. Dat is voor ons eigenlijk al genoeg om de grootste partij te kunnen worden. Want dat is blijkbaar nodig om niet buitengesloten te worden.